Beste kijkers van CryptoCoinTalk, leuk dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Mijn naam is Nick en vandaag ga ik jullie meenemen in onze visie over de Bitcoin-koers op dit moment. Voordat we gaan beginnen wil ik jullie heel eventjes vragen om een like achter te laten op deze video als je dit soort content kan waarderen. En eventjes te abonneren op ons YouTube-kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan gaan we nu beginnen met de video. Zoals altijd werken wij top-down en beginnen we altijd op de weekly. En vanuit de weekly werken we verder naar de daily en de four-hour. Dus dat gaan we ook nu doen. We tekenen gewoon de belangrijkste levels in. Uh, daarbij is de weekly highest candle close rond 38.256 uh, van belang. En aan de onderkant de. Even kijken. De 32.000. Uh, 234 ongeveer. Uh, dit is namelijk de uh, weekly lowest candle close en de weekly highest candle close aan de bovenkant. Dit is namelijk interessant omdat uh, dat de bovenkant van de consolidatiefase is geweest waar we een tijdje in hebben gezeten en de onderkant. En op dit moment treden we dus in een soort van range binnen deze consolidatie. Zijn we daar eigenlijk gewoon weer terug ingevallen? Wat je dus eigenlijk graag nu wil zien is dat je, je daar boven gaat treden als we meer upside willen zien. En dat je eronder gaat traden als je meer downside wil zien. Nou, op dit moment uh, ziet het er nog prima uit. Uh, want we hebben namelijk deze low vastgehouden. Uh, en tegelijk dus de lowest candle close. En dat is natuurlijk wel uh, belangrijk als je het korte termijn bullish momentum vast wil houden. Dus wat we nu eigenlijk uh, willen zien om nog meer bullies continuation te krijgen. Is op de weekly een, een uh, weekly candle close krijgen boven de 38.256. Dan gaan we een stukje verder inzoomen naar de daily. En dan zien we nog één ander level die ik ook heel interessant vind. Omdat die perfect oplijnt met de afwijzing die we een tijdje terug hebben gezien. We hebben namelijk deze daily highest candle close van de consolidatiefase gehad op 40.613. En die lijnt perfect op met deze move. Vervolgens de bearish retest. En daarna de move down. Dus dat betekent dat dit wel een interessant prijspunt is. Uh, zoals ik al gezegd heb, ik wil graag op de daily uh, 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 boven de 40.613 sluiten. Uh, want dat is gewoon een interessant prijsgebied uh, en best wel significant. En mochten wij daar namelijk boven gaan treden, uh, en dat kunnen we op zo'n manier doen door lokaal een nieuwe high te creëren, een high low ergens neer te zetten, vervolgens deze move te maken en dan hier dus die flip te maken. Het zou uh, ja, veel moed geven voor de bulls op de korte termijn. Aangezien, we de, aangezien de prijsactie laat zien dat het omhoog wil en dat het uh, een teken van uh, kracht is. Dan dus zou deze zone ook vooral in de gaten. En je zou eventueel, mocht je nog niet in een long positie zitten, hier op de terugtest een uh, instap kunnen maken. Uh, want in feite maak je gewoon een reclaim van deze verloren support. En dat is een teken van kracht. Uh, mensen die hier short willen gaan, die komen in het nauw. En uh, bears, of tenminste shorters in de now betekent fuel voor meer upside. Dus hou die zone zeker in de gaten. Een daily close erboven zou fijn zijn. Maar ook een 4-hour close zou al een krachtige indicatie zijn. Uh, dat we meer upside zouden kunnen gaan zien. Um, ja, op de korte termijn ziet het er verder best prima uit. Uh, we zijn nu dus nog een beetje aan het range. Uh, en als we iets verder inzoomen naar de 4-hour. Zien we ook dat we iets van compressie laten zien. Uh, ik ga heel eventjes weer... De boel opschonen en dan zie je hier globaal dat we deze compressie aan het maken zijn. Dus aan de onderkant high lows en aan de bovenkant low highs en daardoor uh, ja, treedt de prijs steeds dichter naar elkaar toe. En vaak bij compressie zie je dat de expansie komt daarna, oftewel een uitbraak. En we weten nooit welke kant het op kan zijn. Het kan omhoog of omlaag zijn. Maar ja, als je hier een, een naampje aan wil geven, is het een bear pennant. Want we hebben hier de flagpole. En vervolgens uh, ja, hier de consolidatiefase en de compressie. Um, nou ja, Bitcoin is niet zo'n heel groot fan van patronen. Want ze doen vaak uh, het tegenovergestelde van wat uh, ja, de meeste mensen verwachten. Dus ik krijg niet zo heel veel waarde aan een bear pennant. Zeker niet als we recentelijk vanaf de top 54% gedaald zijn. Ja, dan kijk ik persoonlijk eigenlijk meer naar boven dan naar beneden. Uh, dat wil niet per se zeggen dat we gelijk uh, volop bullies worden. Maar het betekent wel dat er iets van relief aan zou kunnen komen. Nou ja, als we dus uh, een stukje verder inzoomen op de voorouwe. Zijn er eigenlijk twee punten die ik meest interessant vind. En dat is namelijk deze swing low en deze swing high. En eigenlijk alles wat ertussen gebeurt is, ja, is ruis. Uh, is gewoon ranging, consolidatie. En dat is goed voor altcoins. Je merkt ook dat uh, de altcoins veel sterker zijn dan dat Bitcoin is. Want Bitcoin blijft eigenlijk een beetje hangen hier. Terwijl altcoins uh, best wel aardig herstel laten zien. Op zowel de USDT pairs als de BTC pairs. Dus dat is nice. Dus uh, voor mijn part blijven we hier ook gewoon langer nog consolideren, want dat betekent dat het alleen maar goed is om uh, altcoins op te treden. Uh, wanneer verwacht ik dat uh, Bitcoin iets meer de, de aandacht naar zich toe gaat trekken, is als we een nieuwe lokale high gaan creëren, uh, of als we een nieuwe low gaan creëren. Dus vandaar dat ik deze twee punten gemarkeerd heb. Want in principe hebben we gewoon dit gedaan. We hebben de... o, die haal ik even weg trouwens. We hebben deze move down gemaakt. We hebben hier een high neergezet. We hebben een low gezet. En die low heeft weer naar deze high gebracht. En we maken nu een move omlaag. Het enige wat je nu dus wil zien voor een grotere prijsuitbraak van bitcoin. Is dat je of hier voorbij gaat. Een nieuw high creëert. Ergens weer een high low neerzet. En continuation omhoog. Oftewel een uitbraak naar boven. Of als je deze low verliest. Je gaat hier dus voorbij. Je moet eronder sluiten. Geen wick. Zoals dit soort dingen. Dat, dat, dat heeft geen waarde. Het moet echt een candle close zijn. En uh, ja, het liefst een voor-our candle close. Vervolgens een terugtestje. Ergens een low high weer neerzetten. En dan continuation omlaag. Uh, ja, het is een beetje uh, stuivertje wisselen op dit moment. Want uh, ja, de koers heeft dus nog gewoon geen kant gekozen. En zolang we niet deze low breken of deze high breken. Ja, zijn we hier dus gewoon nog een tijdje aan het consolideren en aan het range Maar afgaande op de compressie die dus hier gaande is, de prijs die naar elkaar aan het toetreden is. Ja, kan een sterke indicatie zijn dat we op de korte termijn een uh, ja, stevige prijsactie kunnen verwachten. Nogmaals, we weten niet wat, wat het gaat doen, of het omhoog of omlaag gaat zijn. Dat weet je namelijk nooit. Want wij voorspellen namelijk niet. Wij doen aan kansberekenen. En indien de prijs een nieuwe high creëert en dan een terugtest maakt, is de kans groot dat we daarna verder omhoog gaan. En als de prijs omlaag gaat, een nieuwe loon neerzet Ergens afwijst is de kans groot dat de prijs verder omlaag gaat. En ja, van die informatie kun je profiteren en daar kun je geld mee verdienen. Uh, dus wat uh, veel mensen vaak beweren is dat je met technische analyse kan voorspellen. Dat kan dus niet, uh, je kan dus wel kans berekenen. Dus dat is ook hoe wij altijd dit soort analyses benaderen. Uh, je kijkt gewoon naar de verschillende scenario's die het meest aannemelijk zijn en waar je op kan inspelen. En dat is ook hoe wij dit soort dingen ja, bekijken. Um, ja, ik denk dat dat wel een beetje het belangrijkste is van Bitcoin op dit moment. We zijn dus nog uh, aan het consolideren, compressie aan het vormen. En ja, we hebben dus nog geen duidelijke richting gekozen. Belangrijk is dan dus ook dat je niet te veel exposure in de markt gaat opbouwen. Maar eerst afwacht van wat Bitcoin gaat doen. Of we creëren een nieuwe high, zo super bullish zijn voor de hele markt. Of we creëren een nieuwe low. En dan is de kans toch, toch wel groot dat we nog uh, veel meer bloed gaan zien. Um, ja, terug te testen levels. Uh, pak ik de daily er even bij. Uh, even kijken. Dit, deze consolidatie is interessant. Maar ook deze consolidatie-candle hier. En zoals ik al vaak heb gezegd: als we hier boven deze high sluiten, dus de 58.922. Dat als we daar een daily close boven krijgen, dan ga ik er eigenlijk vanuit dat we een nieuwe all high neer gaan zetten. Uh, maar goed, zover is dus nog lang niet. Uh, mochten we aan de onderkant uitbreken, dan uh, ligt hier nog iets van consolidatie, maar hecht ik niet zo heel veel waarde aan. Dus ik kijk dan gelijk een stukje lager naar de bovenkant van deze consolidatiefase op 23.817. En vooral ook naar het terug te testen gebied. Uh, namelijk de vorige all-time high van de vorige boeren rond de 20k. En dus ook deze consolidatiefase aan de bovenkant. Dus dat zijn de punten waar ik naar kijk. Mochten we echt een serieuze breakdown gaan krijgen. Maar vooral, vooralsnog is dat totaal niet aan de orde. Uh, het ziet er niet heel gek uit. We liggen op weekly support. We liggen ook hier op daily support van deze zone. En het heeft geen zin om bearish te worden zolang je op support ligt. Zeker niet na een dump van ongeveer 54%. Um, ja, ik vind persoonlijk dat uh, relief en dus meer upside op bitcoin het meest voor de hand liggend is. Um, ja, mocht het toch naar beneden gaan uitbreken, dan zal het erg zwak zijn. En dan kan het ook best wel eens hard gaan richting de zojuist aangegeven prijsniveaus. Volgensnog uh, ziet het er dus redelijk uit en kijk ik omhoog en... Um, ja, dat is een beetje de conclusie van het verhaal op dit moment. Even rustig afwachten van wat de koers gaat doen. Niet te veel exposure opbouwen, maar eventjes kijken van wat Bitcoin gaat doen. En dan pas daarop meer uh, anticiperen. Uh, tot zover deze video. Vond je deze video nou leuk of leerzaam? En wil je graag meer van dit soort video's zien? Laat er vooral eventjes een like achter en laat in de comments weten hoe jij over de huidige Bitcoin koers denkt. Ben je bullish, Ben je bearish? Of heb je geen idee? Laat het vooral weten in de comments. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.